jongens en meisjes. Hartelijk welkom op onze jaarlijkse voorstelling van de toneelvereniging ATHOS. Mijn naam is Ellie van Ketel en ik ben vanavond uw gastvrouw. De toneelvereniging heeft weer met hart en ziel aan een stuk gewerkt om u een avondje onbezorgd te laten lachen, want dat gaat u zeker doen, lachen. Ik heb nog wel wat huishoudelijke mededelingen voor u. Om te beginnen zou u alstublieft uw mobiele telefoon uit willen schakelen als u dat nog niet gedaan heeft. Ten tweede wil ik alle donateurs en adverteerders die ons hebben gesteund om deze avond te realiseren bedanken. En als derde wil ik zeggen, tussen het eerste en het tweede bedrijf gaat het doek even dicht voor wat aanpassingen, maar blijft u rustig zitten. In het tweede bedrijf, na het eerste tafereel, is er pauze en dan kunt u even bijkomen in de foyer. En tenslotte wil ik even zeggen, misschien heeft u het al in uw programmaboekje gelezen. Wij hebben op 26 oktober hebben wij een inloopavond voor eventueel nieuwe leden die geïnteresseerd zijn om toneel te spelen. En nu heb ik al wat mannen gezien, heren gezien, die wel willen, maar niet zo erg goed durven. Vaak hebben het mannen. Dames, u bent ook van harte welkom hoor. We kunnen alle hulp gebruiken achter de schermen, met decor bouwen, van alles en nog wat. Dan was het zo'n beetje qua mededelingen. Dan wens ik u een hele fijne avond. En misschien wel licht tot ziens op de 26e. Ik wens u veel plezier. Ja, we kunnen ook nog een beetje. Nou moet u niet zo lauw doen. Het is een schitterende eetkamer. De mooiste die je maar kunt bedenken. Het glaswerk met bestek vindt u hier. En de servetten, onderzetters en de tafelkleden kunt u hier vinden. Kijk. Uitstekend. Dan hebben we hier de slaapkamer. Meneer van Benthuis, ik sta toch niet voor de kapse viool te kletsen, is het wel? Is het daar zo mooi dan? Komt u nou maar. Ja, ja, hier ben ik. Garderobekast. Dan hebben we hier de studeerkamer, compleet bedrijvend warm. De inhoud van de flessen, die schenk ik u. Dan kunt u die ook weer aan uw gasten schenken. Begrijpt u? Schenken. En schenken? Ja, ik begrijp wat u bedoelt. En bedankt natuurlijk. Ah, geef me maar een lekkere fles cognac als ik weer terug ben. Alhoewel, in een vaatje, jongen, zou het nu wel kunnen gebruiken. Want, joehoe, vanavond bagger ik weer door de sneeuw. €1200 voor de 14 dagen. Ja, precies. Plus wat extra's voor de kleinigheden. Extra's? Nou ja, voor gas en lichtrekening maar €300. €300? Samen dus.
1500 euro. Ja, en dan krijg je het watercadeau. In ruil voor die jas. Zeg, ik verhuur deze flat alleen maar zo goedkoop om u te willen te zijn. Want zoals Michiel zegt, deze flat is onbetaalbaar. Ja, zo langzamerhand wel, ja. Zeg, help eens een handje. Schat, ben jij het? Nee,
Nee, ik voel me hier al helemaal thuis. Net. Nog geen 2 minuten geleden. Nee, die butler die is er nog niet. Nou ja, voor het gemak noem ik zijn man maar butler, hè. Oh, dat zal hem zijn, denk ik. Nee, het is niet om van je af te zijn, lieverd. Nee, luister maar, je kunt hem nagalm nog horen. Nou, lieve poes, ik ga gauw. Wat? Nee. Over 10 minuten ben je hier. Dat is goed. Nou, dag, lief. Ja, nee, jij eerst. Ja, jij eerst. Ja. Ja, die deur, hè, die stond open en daarom ben ik maar doorgelopen, hè. U bent meneer... Boudewijn van Benthuizen? Jawel, hoezo? Ik word gestuurd door het uitzendbureau. Ik ben de manager van alles. Wat? Het uitzendbureau heeft niet reeds gestuurd. Ik ben het manager van alles. Ja, dat heb ik wel gehoord. Ja, ik ben niet doof, maar... Je bent in de verste verte niet waar ik om gevraagd heb. Oh, en dat krijg ik nou ook overal te horen, hè? Je zegt niet waarom je gevraagd hebben. Nou, meneer, u bent de... Ja, 22e. Ja, ik heb... Die meneer komt toch nooit aan de slag? Ja, ik heb het uitzendbureau duidelijk gezegd. Ik wil een chef, huisknecht, die alles kan met butler, alumnus. Nou, en ik ben nog geen hij, maar een zij. En voor de rest ook alles. Oh ja? Ja, in het net, hè? Je komt zeker uit het zuiden des lands. Ja, kinderen! Nou, nee, daar heb ik een soort zesde zintuig voor. Oh, ik dacht dat klaar ik stad kon praten. Ik kom van Neer van de Wijk weg. Neer van de... Wat? Neer van de Wijk? Daar kom ik van weg. Maar we wonen niet aan de weg, hoor. Nee, ons huisje staat er weinig van de weg weg. Ja, ja. En de post op de post onder de deur, hoor. Nou, het spijt me meer dan ik kan zeggen, meisje, maar ik zal helaas niet van je diensten gebruik kunnen maken. Ik zal het uitzendbureau wel eventjes bellen. Nummer nou toch? 1-2-4-2-2-6-6. Ja, kind, zo lang zijn we er al door de loop. Nou moet je niet gaan huilen, meisje. De toekomst heeft vast nog veel meer in petto. Ja, jij gooit het maar in mijn petto. Ik moet toch leven. En ik ben toch geen meisje van mijn uitkering gaan vragen. Nou ja, als ik kon, dan zou ik je best willen helpen, maar... Ja, over een half uur komen mijn gasten al. Nou, zou ik het dan niet eens proberen? Heb ik een spierbal al gezien? Ja, nou, voor dit moment zie ik helaas geen andere oplossing. Mag ik blijven? Nou, laten we zeggen, voorlopig. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Met je spullen naar de keuken, dat is door de gang links. Oh, ons man, die had nog een brief voor u meegegeven. Een brief? Ja. Voor mij? Ik ben al wel artiest, maar ik wist niet dat ik al zo bekend was. Lieve mevrouw. Ja, ons man die dacht dat ik bij een avondwerk zou komen. Mijn dochter vertrouw ik volledig aan u toe. Ze weet van toeten nog blazen. Trek u zich daar maar niks van aan, meneer. Nee, dat is zo'n speciale uitdrukking, hè, bij ons uit het zuiden. Nou, we veel fanfarenorkesten hebben, nee. U moet wel goed op haar passen. Ze mag nooit alleen de grote stad nee, in. Nee, want Den Haag is gevaarlijk, zegt ons mama. Ja, en zomers lopen ze daar aan het strand. Bloot, zegt ons mama. Dat ze wel graag vaak naar de bioscoop willen, hoor. Beste Marie, dan zou ik ook nog eens moeten fungeren als kinderjuffie. Ik dacht het. Ik zie er vanaf. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ja. Ja, wat terug naar de van de weg. De koeien op toe van de witte boom, toch? Ja, hallo. U spreekt met Van Benthuizen hier. Juist, ja. Ik had gevraagd om een... Ja, en niet om een of andere... Maar vanavond is het te laat. Mijn gasten kunnen hier elk moment zijn. Wat bedoelt u? Waar uitsmijten? Het raam?
We zitten hier op de 10e verdieping, meneer. Nee, ik kan niet zo lachen om dat grapje. Nee, het is best een aardig meisje. En ja, met wat goede wil is er misschien best nog wat lukt van te maken. Ja, dat zal ik zeker doen. Dat zal ik zeker doen. Maar je hadden ze wel gezegd dat dat wel de allerbeste huis in het bureau is, hoor. Nou, ik zal ze eens een poepie laten ruiken. Ja, doe het maar, meneer. Met die koeien ben ik nog wel gewend. Nou, allee, Marie, begin met je jas uit te doen. Mag ik echt blijven? Nou, laten we zeggen, voor de... Dank u wel, meneer. Boudewijn van Benthuizen. Dank u wel, hoor. Ja, hoe mag ik je doen? Ik heet Maria Petronella van der Haagje. Maar dat ik moet ook Marie eten, hoor. Ja. Oh, nou, dat is mooi, hè. Ga naar de keuken, wil je? Er is nog niks aan de lunch gedaan. Oh, zal ik mijn boodschappen doen? Nou, dat is niet nodig. Ik heb kant-en-klare dingen besteld. Die kunnen elk moment gewacht worden. Marie, hang eens op. Ja, maar dat vind ik niet leuk, want iedereen die vind ik veel mooier. Nou, niet praten, maar poetsen. Dat wil zeggen ophangen. Ja, meneer. Heb je iets om op te staan? Lukt het niet? Ja, maar... Even bezig een schilderij aan het ophangen. En wie is zij? Nou, de dienstbode. Of in modern Nederlands, de interieurhygiëniste. Dag mevrouw. Nou? Nou, wat? Laat haar los. Oh ja, natuurlijk, ja. Nou, Mathilde. Marie? Ja? Ga jij de tafel even dekken in de eetkamer? Je weet toch hoe je ontdekken? Ja, als ik dat niet eens kon. Oei, mijn zoon. Is dat een grap? Zie ik eruit of dat ik op dit moment tijd heb voor grapjes? Ze viel van dat ding af en ik viel erop. En ik ving erop. Je vertelde mij anders dat je een soort butler zou krijgen? Ja, dat dacht ik ook. Maar ik kreeg dat. Ze zal wel verkeerd uit de computer gerold zijn, denk ik. Nou ja. Begin eerst met iets normaal een kus te geven. Ach ja, natuurlijk. Is er iets wat je nog niet eerder gezien hebt, Marie? Ja, maar in de bioscoop, maar in het echt is het veel leuker. Jij trapt het in je kippen wel van pik. Maar in een bioscoop, maar als we andere dingen zien, hè? Begrijp u? Ja. Zeg, ik heb eens een film gezien, hè? Die heette Vergiftige Lippen. Marie, was... een andere keer, alsjeblieft. Zoek je iets? Heb je iets nodig? Ja, een plastic tafelzeiltje. Je bedoelt een... Voor over de tafel. Voor als het geknoeid wordt. Ja, nou, op de tafel komt een mooi tafelkleed. Een witte. En die vind je daar. Oh. Kan ik dat nou eens weten? Niet het ideale dienstmeisje. Nee, en dat komt dus allemaal omdat die Suze Bolleman zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Zaterdag hadden we afgesproken. Dan had ik voor alles rustig de tijd gehad. En ja, de klaptijden die komen zo dadelijk. De afspraak verzetten, dat ging helaas niet meer. Al had ik graag gewild. Nou, jij bent zo te zien niet in een al te best humeur. Wel waar, lieve schat. Ik ben in het beste humeur van de hele wereld. Dit wordt de dag van mijn leven. Nou, lieve schat, dat wordt het inderdaad. Want alles loopt precies zoals we gepland hebben. Nou,
Nou, zoals jij gepland hebt. Of je zou weer eens een stommiteit moeten uithalen. Maar binnenkort ben jij getrouwd met het rijkste meisje van Den Haag. Ja, die Klapwijk heeft het over niets anders. Oh, Klapwijk, ik kan die naam niet meer horen. Klapwijk. Hoe wil je nou wat ik noem? Nee, is jouw minnaar. Nou, minnaar is een beetje een erg groot woord, lieve schat. Mijn minnaar, dat ben jij. En Klapwijk houdt mij financieel op de been, zoals dat heet. Nou, een mooie benaming voor hetzelfde begrip. Dat kan jij toch doordrammen, schattebout? Ja, want ik vind het belangrijk genoeg. Jij zegt dus altijd dat je van mij houdt, maar je wilt met alle geweld dat ik trouw met de dochter van je minnaar. Dat is toch gewoon ridicule? Voor de laatste keer, het is mijn minnaar niet. Hij is een beetje oud voor me. En als je hem ziet, weet je meteen dat je angst overbodig is. Ja, nu niet meer zeuren, straks staat die familie voor je neus. Vooruit, afzien. Dat geeft mij de gelegenheid om iets over hem te vertellen. Boudewijn komt namelijk van een heel goede familie. Maar zelf heeft hij geen cent. En daarom verkoopt hij bezems langs de huizen. Gisteren nog bijvoorbeeld verkocht hij... Zeg Poes, hoeveel bezems heb jij gisteren eigenlijk verkocht? Drie. Waar nou die stofzuigers voor nog spreken van een living. En daarom zorg ik ook een beetje voor de inkomsten. Alhoewel ik ook niet veel heb. Maar van zijn schilderijen, die hangen daar, kan hij ook niet leven. Die schilderijen zijn, zeg maar, niet zo goed. Men vindt ze zelfs, en u waarschijnlijk ook, uitgesproken slecht. Ja, dat hoef je die mensen niet uit te leggen. Dat zien ze zelf ook nog wel. Jij wilt dat ik me distancieer van Karel. Nou, prima, dat zal ik doen. Maar als jij met zijn dochter trouwt, ben niet alleen jij uit de problemen. Ik ben het ook. Want wat Karel nou voor mij doet, kun jij doen. Mij onderhouden. Nou, dat lijkt me toch heerlijk voor je. Nou ja, vanaf die kant heb je wel enigszins gelijk. Het klinkt in ieder geval stukken witte. Precies. En denk nou niet dat de hele situatie voor mij zo ideaal is, hè? Jij, getrouwd met een ander. Maar daar deel ik niet zo zwaar aan. Wij gaan af en toe gewoon een avondje met elkaar uit. Zeg, alsjeblieft, zeg. Wij zijn toch modern, Boudewijn. En wat als de rollen dan omgedraaid zijn? Ben je dan niet bang als ik... Sorry hoor, maar jij denkt zeker dat je behalve een fortuin ook nog een hele knappe, jonge, intelligente schoonheid aan de haak zal slaan? Nou ja, jongens ze wel. Maar dat is ook echt het enige. Ik vind het niet zo erg om een tijdje op de tweede plaats te staan. Ja, nou, ik weet niet wat ik er allemaal van denken moet, hoor. Zijn dochter wordt dus barones. Wat? Je moest eens weten hoe jouw aanstaande schoonvader verguld is met het idee dat zijn dochter een titel krijgt. Ik werd altijd kale baron genoemd. Dat heeft mij nooit eens kunnen schelen, schat. Al heette jij gewoon Jansen of Klaassen. Dan zou ik nog even veel van je houden. Is er iets, Marie? Oh ja, daar werd je belt. Nou, doe dan maar open, daar ben je toch voor. Oh, zullen de klapwijks toch niet zijn? Nee, dat kan niet. Die zijn nooit een minuut te vroeg. Echt nooit. Maar ik moet zo langzamerhand wel gaan. Want als hij ziet dat wij elkaar kennen, dan wordt hij achterdochtig. En later, als ik het dan voor me zie. Mathilde, mag ik je de schoonzoon voorstellen? De heer van Benthuizen. Nou, dat wordt echt lachen. Nou, ik weet zeker dat ik nooit met die man zal lachen. Klapwijk. Meneer? Ja? Er zijn bloemen. Alsjeblieft. Ja? 36 euro voor 12 rozen. Het is toch te geef. Ach, een spieringje in het water om een kabeljauw te vangen, schat. Ja, nou, ik word er dus altijd zo nerveus van, hè? Wat als hij er straks achterkomt dat deze hele affaire op luk gebouwd is? Moet ik straks misschien een walvis teruggeven? Nee, Karel komt nergens achter. Want Karel Klapwijk is verblind door één ding en één woordje. En dat woordje is baron. En verder telt er helemaal niets voor hem. Ook die zus van hem,
is helemaal door de dolle met die titel. Helemaal.